Wat moet het een rommeltje zijn achter de schermen van shownieuws met al die rondslingerende dubbele petten van de deskundigen aan de desk. Anouk Smulders raakte in opspraak door het slachtoffer van de met haar bevriende Marco Borsato verdacht te maken en Guido den Aantrekker veegt er continu het straatje van Rachel Hazes schoon. Of wat te denken van Lil Kleine die constant geknuffeld werd in de showrubriek. Puur en alleen omdat de zoon van een van de deskundigen, Bram Moskovic, zijn manager was. Om nog maar te zwijgen over het feit dat Show News zich laat gebruiken als PR-vehikel voor hun dubieuze collega Peter Gillis. En al die dubbele belangen worden zelden benoemd. Ronald Molendijk had vorige week ook al een dubbele pet op. Hij viel Sebas Dijkstra aan, die het vermeende slachtoffer van Voice-bandleider Jeroen Rietbergen, de vriend van Linda de Mol, bijstaat. Een heigerige man, Brieste Ronald. Hij moet zich bovendien houden aan het jargon en zijn cliënten geen slachtoffer maar aangeefster noemen, vindt hij. Wat een onzin, reageert Sebas op X. Door de heer Ronald Moledijk werd stellig beweerd dat slachtoffer niet het juiste jargon zou zijn, zolang er nog geen rechter had geoordeeld. Deze bewering is juridisch gezien volstrekt onjuist en is, door de stelligheid, uiterst schadelijk voor de positie van slachtoffers. Hij vervolgt de Nederlandse wetgever, hanteert de slachtofferpresumptie. Wie op redelijke gronden stelt slachtoffer te zijn, wordt gedurende de hele strafprocedure door alle instanties als zodanig behandeld. Het doel: secundaire victimisatie voorkomen. Sebas wijst er fijntjes op dat Ronald jarenlang samen plaatjes heeft gedraaid met Jeroen. Opvallend in de uitzending was de onbenoemde relatie tussen de heer Molendijk en de man die vervolgd zal worden voor verkrachting in de zaak rond The Voice of Holland. Deze context is essentieel voor objectieve beeldvorming. Shownieuws mag wel eens wat objectiever te werk gaan, vindt hij. Uit verschillende zaken is mij bekend dat bijvoorbeeld RTL Boulevard hun planning nog wel eens aanpast om belangenverstrengeling of de schijn ervan te voorkomen. Waarom gebeurt dit niet bij shownieuws? Sebas heeft al aan de bel getrokken bij het programma. Ik heb een brief gestuurd naar de hoofdredactie van Show News. Dit resulteerde in een telefoongesprek met de hoofdredacteur. Ondanks ons gesprek blijft het onzeker of er echt actie ondernomen wordt om zulke zaken recht te zetten en in de toekomst te voorkomen. Hij besluit, ik begrijp de tijdsdruk bij uitzendingen, maar juistheid en volledigheid zijn cruciaal bij gevoelige onderwerpen. Slachtoffers en de publieke opinie verdienen correcte informatie.